Hallo allemaal, salam alaikum. Ik ga vandaag een super simpele en lekkere aardappelsalade maken. Ik heb een stuk of acht middelgrote vastkokende aardappelen gekookt met een beetje zout. En dan heb ik zes eieren gekookt en heb ik in stukken gesneden. Dat heb ik dan bij gekookte aardappelen gedaan. Aardappelen heb ik een heel klein beetje laten afkoelen. Eén fijn gesnipperd uitje heb ik erbij gedaan. Twee blikken tonijn met olie. En dat heb ik met olie en al bij de aardappelsalade gedaan. 1 theelepel zout. 1 theelepel peper. Een heel klein scheutje zonnebloemolie doe je er nog bij. En 1 afgestreken theelepel knoflookpoeder. Dan heb ik ongeveer 4 grote eetlepels remoulade erbij gedaan. En ongeveer 2 eetlepels normale mayonaise heb ik erbij gedaan. En dit ga je dan allemaal heel goed omroeren. Je kan er ook nog augurken bij doen of stukken tomaten erbij doen. Maar ik heb het alleen maar zo gemaakt. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vinden en dat jullie dit ook gaan maken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer, inshallah. Doei!